Hey mensen, Mark hier voor Hardliners Team met vandaag ook weer een nieuwe video. Deze video is anders dan elke video die je ooit van mij hebt gezien. In de zin dat ik je zowaar los laat zien. Niet één of twee, maar er wel heel wat meer. Ja, dat is het. Je ziet mijn transferlijst. Ik had een beetje gehandeld met Inform Brozovic. Gewoon gesnijd voor 46k of iets lager. En dan verkocht voor 53, waar die ongeveer voor ging. En eentje voor 44, die kocht ik ook dan voor veel minder natuurlijk. Maar je ziet hier wat Elite 1 is voor de maand. Je ziet hoeveel je moet halen voor Elite 2 voor de maand. En ik ga een kleine spoiler droppen zo meteen. Maar dat doe ik zo meteen pas. Dus, maar doe vooral een duimpje omhoog als je dat niet gedaan hebt. Als deze video de 1000 likes halen, zou ik dat enorm waarderen. Al is het maar met het feit dat ik voor mezelf met deze video een soort persoonlijke barrière doorbreek. Want ik hou niet van losses. Ik hou gewoon niet van verliezen. Dat is gewoon niet mijn karakter. En ik haat al helemaal om losses te uploaden. Maar het is wel het juiste om te doen. Want ik maak fouten. Jullie moeten zien wat ik fout doe, zodat jullie die fouten niet kunnen maken. Maar misschien ook dat jullie tips hebben voor mij, behalve de overduidelijke tips over verdedigen, die ik daadwerkelijk ook wel weet. En ook probeer op te letten, maar ik kan niet alles in één dag doen. Maar, we gaan dus door. Je ziet hier mijn laatste 10 van de Wicked League. Dus een bewuste keuze, want op het moment dat ik vroeg, willen jullie alle games zien, toen had ik zeg maar al een heel deel gespeeld. Ik ga het volgende week onthouden, mensen wilden zoveel mogelijk zien van de Wicked League. Ik moet eerlijk toegeven, er waren best veel comments die dat zeiden, dus dat is een goed iets. Alleen, ik ben best wel sceptisch over het dusdanig veel uploaden van Missy Mark. Want kijk, ik weet dat er kanalen zijn die alleen maar om een Road to Glory draaien. Althans, voornamelijk om een Road to Glory kijken. Kijk naar AA9 Skills, kijk naar de Pentest, naar Fuji. Alleen, ik weet niet of dat bij mij heel goed zou bevallen qua views. En dat is eerlijk iets wat ik mezelf afvraag. Ik bedoel, ik ga niets gaan eindelijk doen en zeggen dat ik denk dat elke video daarvan viral gaat. Ik weet dat dat niet zo is. Maar het is wel iets waarbij ik natuurlijk ook nadenk. Nou, op dit punt verdien je wat context voor hoeveel ik ging. Want je zag dat ik 19 om 11 ging. De eerste set van 10 ging ik 8 om 2. Vervolgens ging ik door op de zaterdag. Ging de eerste set van 10 daarna ging ik 5 om 5. Je kunt je dus wel beseffen dat ik redelijk mijn geduld, mijn zelfbeheersing en mijn rust verloor. Ik bedoel, het was echt gewoon, echt, wat je nooit ziet bij mij op video, is complete blinde woede bij Wicked League. Je ziet het gewoon niet. En dat is goed, want dat, zeg maar, dat houdt een beetje het beeld dat mensen van me hebben intact. Alleen, Wicked League haalt echt het ergste in mij naar boven. Daar ben ik niet blij mee, maar hey, wat doe je eraan? Eraan werken, overduidelijk. Nee, het punt is dat ik al gewoon echt slecht tegen mijn verlies. En bij Wicked League moet je daar gewoon aan werken. Bijvoorbeeld toen bij Matthijs tegen zat dit weekend, dan nu gewoon 20 minuten rust. Ik nam ook rust. Alleen, ik kan wel rust nemen. Weet je wel, rust tussen aanhalingstekens. Maar ik word niet 100% rustig dan, omdat het nog steeds in mijn hoofd zit. En ik denk heel veel na over dingen. Ik denk na over wat het beste is om te uploaden, wat ik wel of niet kan doen, hoe ik kan verbeteren. Ik denk over van alles na constant. Misschien is dat goed, misschien niet, maar dat is hoe het is. Nou, je ziet me veel scoren in deze aflevering, je ziet me veel fouten maken. En wat ik graag wil doen, net zoals vorig jaar ook, is laat vooral een comment achter die jij wil dat ik in de volgende aflevering behandel. Ik vind het fijn op die manier die interactie met jullie te hebben. En vorig jaar kwamen er heel veel goede dingen uit, de vragen die ik toen kreeg. En je ziet hier dat ik best wel wat countergoals score. Hier ook weer Siri, weer breed op PSC's. Staan weer klaar voor de aanval. En wat betreft mijn team, ik ga het veranderen voor de komende Wicked League. En dan denk je, Mark, waarom? Het is toch niet het einde van de wereld? 23 winst is degelijk. Er zijn mensen die dat gaan zeggen. En in principe heb je niet ongelijk. Alleen, ik ben er gewoon niet trots op of tevreden mee. En de reden daarvoor is simpelweg dat ik wil niet zeggen nu al meer van mezelf verwacht, maar ik weet dat ik oprecht, en het klinkt als pure onzin, maar ik had dus echt dit weekend al Elite kunnen halen als ik niet gewoon zo onbeheerst boos was geworden tijdens die middelste 20 games, zeg maar game 11 tot en met 30. En dat is waar ik enorm van baal. Baal in de zin van, ik weet dat ik het kan halen, alleen het was gewoon, ja, dat het nu zo moet gaan. Dus nu, nou, ik krijg ook een paar natuurlijk heel terechte goals tegen een paar zeer terechte losses. Alleen er zijn ook momenten dat ik gewoon denk van, ja, ik heb gewoon pech. Nou, niet deze game, ik bedoel, overduidelijk. Maar wat ik wel goed deed van mezelf, ik ben geen één keer gerage quit in deze Wicked League. Ik bedoel, dat is een punt van vooruitgang, I guess. Ik heb elke game gewoon afgemaakt, ongeacht het aantal goals dat ik daarvoor eerst tegen moest krijgen. Ik bedoel, ik kom hier 4-0 achter. Nou, dan ga ik toch nog door, wordt het nog 4-2. Ik bedoel, daar blijft het bij. Maar ik heb er in ieder geval wat aan geprobeerd te doen, weet je wel. En kijk, je ziet het ook elke keer. Ook als ik verlies, afmaken kan ik wel. Zeg maar, de goals komen wel. Alleen verdedigend beter worden is zoveel lastiger dan het lijkt. Ik ga op de een of andere manier proberen om wat rond te spelen met de 4-2-3-1 breed deze week.
Ik probeerde dat afgelopen week en toen werkte het niet echt. Dus ik ga proberen misschien op PS4 in Seasons of zo wat te testen. Een beetje te kijken van hoe en wat. Nee, je ziet hier ook, ik laat Ibra bijvoorbeeld volledig vrij. Ik weet niet waarom ik dat soort dingen niet merk. Het is gewoon zoiets van, ja, het kan gebeuren, weet je wel. Nou, ik had ook gisteren gelivestreamd. Dus je zult een deel daarvan zien in de rewards die aan het einde van deze video zitten. En daar besprak ik onder andere met jullie dat ik om die reden, wat ik in het begin van dit jaar zei, deze games laat zien. Het is namelijk dat ik meer positievere instelling wilde hebben. En dat ik trots op mezelf wilde kunnen zijn dat ik in ieder geval al die losses liet zien. Want ik had gewoon zoiets van, kijk, ik kan wel helemaal leuk doen dat alles mooi is en dat ik alleen maar win. Alleen, dat is de waarheid niet. Kijk, het is leuk dat je zo'n set ziet van games waar ik in 8-2 ga. Maar je moet ook de wat mindere periode kunnen zien. Dat lijkt mij alleen maar zo netjes. En dat is goed. Het is goed. Het wordt hier 4-3. Je ziet, ik probeer dit te pauzeren. Ik wilde mijn wissels maken. Hij komt nog door. Jesus, ik tackle hem hier. Hij krijgt de bal nog. Oké, hier doet hij me gewoon met die turn. Doet hij me gewoon echt goed. En wordt het 5-3. Kom ik weer door. Luis Murillo, João Mario wordt het 5-4. Denk je, daar is het klaar? Nee. Heeft hij weer de bal gegooid. Jesus naar Ibra. Die houdt de bal goed af. Naar Guy. En dan is het 6-4. Dat is volledig mijn schuld. Nou, dit is een team wat aansluit bij een punt dat Raul maakt op Twitter. Is, je kan een goede speler zijn. Je kan een meer dan goede speler zijn. Trouwens, dit is echt de ziekste goal die ik ooit heb tegengekregen dit jaar. What the fuck. Je kan een heel goede speler zijn. Alleen, als jij en je tegenstander niet gek ver van elkaar afzitten qua niveau. En jouw tegenstander heeft op bepaalde plekken gewoon echt de veel betere spelers. Dan kan dat de doorslag geven. En dat is het gevoel dat ik had bij dit team. Is die Inform Isco, die Icon Shearer, Icon Pujol. Overall was zijn team gewoon zo sterk dat ik dacht, dit is klaar. Dit is gewoon einde opgave. Dat is gewoon hoe het is. Nou, dit team was waar ik tegen moest. Was prima. Lekker degelijke hybrid, zeg maar. Hij komt 1-0 voor. En ik geef, ik weet niet, het is geen domme goal om weg te geven. Maar het voelt als een onnodige goal om weg te geven. En dat is het jammer, weet je wel. Het woord onnodig. Wanneer jij je gameplay terugkijkt en je denkt, dit was onnodig. Onthoud dat moment, kijk wat je daar fout deed en leer ervan. Want zoveel als ik klaag en zoveel losses als je ziet, ik ga wel degelijk mijn best doen om te leren hiervan. Om beter te worden hiervan. En om het team op de juiste manier aan te passen hiervan. Ik bedoel, ik heb een team klaarstaan wat ik nog moet maken op dit moment. En dat team gaat voor mij gewoon de job doen. Het heeft spelers die ik als overpowered beschouw. En dat is ook iets wat ik veel te veel voorbij zie komen. Trouwens, dat was jammer. Dat was de game waardoor ik niet meer Gold 1 kon halen. Maar overpowered spelers. Die term wordt echt te makkelijk rondgegooid. Ik zag een keertje iemand een video maken, nog net voordat de game uit was, over spelers die OP gaan zijn in FIFA 18. En toen zei die Nainggolan. Mensen, een speler die overpowered is, is zo iemand als Martial. Dat is omdat hij, ondanks dat je hem een stat boost geeft, heeft hij wel stats waarvan je zegt, die zijn goed, maar niet over, zeg maar, niet belachelijk goed dat het zo gebroken lijkt. Nee, overpowered is dat. Wanneer een speler veel beter presteert dan mogelijk zou moeten zijn volgens zijn stats. Niet wanneer een, weet je, 87 rated kaart of een Ronaldo van 94 rated opeens gewoon belachelijk goed presteert. Ik bedoel, dat is echt belachelijk logisch. En ook Nainggolan gaat 99 van de 100 keer gewoon een geweldige wedstrijd spelen. Die kans is gewoon zo groot. Dus dat is gewoon hoe dat is. Denk daaraan wanneer je denkt, is hij OP? Misschien ook wel helemaal niet. Ik bedoel, wees eerlijk tegen jezelf. In ieder geval, kom hier op 22 wins. Ik pak weer een win en dat voelde goed, moet ik toegeven. Kom ik hier tegen twee icons. Ja, lekker. Ja, leuk. Nee, serieus. Icons zijn de difference makers dit jaar. Ze maken het verschil. En ik ga niet weer die bankzitterschap maken. Maar icons dit jaar ten opzichte van Legends vorig jaar. Elke icon voelt alsof hij daadwerkelijk echt zo belachelijk goed is dat hij zijn coins waard is. Nou, de gemiddelde prijs van een icon ligt ook hoger dan van een legend vorig jaar. En dat is een goede zaak. Ik bedoel, ze horen echt buiten categorie spelers te zijn die echt absurd goed zijn. En dat lijken ze ook te zijn tot nu toe. En ik hoop dat dat zo blijft. Dat dat gevoel er blijft, ondanks dat heel veel special cards nog komen. Team of the Year, Team of the Season. Ik hoop het. Ik bedoel, er was een periode afgelopen jaar dat Legends heel lang hoog ingeschat werden. En dan zodra de echte special cards kwamen, boeide mensen niet zozeer meer. En ik hoop dat dat dit jaar niet zo is. Maar we pakken er nog een win op. We komen op 23. En dan gaan we de laatste game in. Eigenlijk had hier niks meer te verliezen. En daar zit eigenlijk het gevaar erin. Ik had niks meer te verliezen. En het is niet dat ik op die manier erin ging met een kamikaze stijl. Alleen dit is bijvoorbeeld zo'n moment dat ik denk, ja, ik heb hier pech.
Want die bal kaatst overal rond, mijn keeper reageert niet. En dat zijn dingen die kunnen gebeuren. Kijk, deze goal scoor ik ook vrij vaak. Het zijn gewoon rebounds die je weet hoe je ze kan forceren. En dat is gewoon prima. Hier is er tackle again, bal komt in zijn voeten. Dan kun je het argument maken dat ik daarna niet sterk genoeg verdedig. En dat is een geldig punt. Maar kijk hier ook, dit is mijn schuld. Net als je studie, dat is jouw... Nee, grapje, oké, die laten we even erbuiten. In ieder geval, het wordt daar 4-0. De gemiddelde mensen zouden rage quit zijn. Ik wil dat eruit laten. Dat niet rage quit zie ik als een stap naar iets kalmer worden in de Weekend League. Maar hey, dat is hoe het is. Anyway, ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Of in ieder geval van dit deel van de video. Doe wel een duimpje omhoog als je dat niet gedaan hebt. Misschien halen we vandaag 90k. Misschien niet. Maar anyway, ik zie jullie zo bij het live deel van deze video. Trouwens, we gaan het halen, jongens. We gaan het halen. Alright, mensen. The day after. Wat je net hebt kunnen zien, ben ik dus gauw 2 geëindigd in de Weekend League. 23-17. Niet trots op. Niet tevreden mee. Eerst de transferlijst even. Tijdens mijn livestream gisteren deed ik de marquee matchups. Ging prima. Ik kreeg Willian. Verkocht 28k. Bruno Alves 3500. Rouffier in 7100. Miranda verkocht 13k. En ook de rest van het team verkocht. Weinig verlies gemaakt eigenlijk. Ja, wel wat hier en daar bijvoorbeeld op Belotti en Manolas. Maar dat wordt bijvoorbeeld ruim gecompenseerd bij Miranda en Willian en Rouffier. Brozovic ging voor 1500 omdat hij nu in vorm is. Ik bedoel, dat is allemaal... Het is welkom. Het is meer dan prima. Dus, dit clearen we allemaal. Zit op 278.000 coins. We hebben ook nog een pre-order pack. Maar we claimen eerst die Squad Battles Rewards. Elite Aim Awards. 81k punten ongeveer. We krijgen de Fursan Nation Skit. Die ga je tegenkomen in de Weekend League, 100%. Gaan we hem dragen? Nee, ik vind dat onderste deel. Ik vind het echt niet lekker. Nee, weet je, dat kan aan mij liggen natuurlijk. Delhi Destroyers. Kijk, hoe ziet zijn team eruit? Klasse. Klasse teampie. Gaan we wel op Legendary doen. Zal wel te doen zijn. En met tegenstanders. Oh, dat zijn deze nog. Oké. Okay. Oh, wacht, dat zijn deze gewoon. Of ik heb ze gewoon nooit... Ik weet niet wat het is. In ieder geval, we gaan door. We hebben nog een paar packs te openen namelijk. In de hoop dat daar wat goeds bij zit. En daarna nog mijn team maken. Nou, ik doe eerst die pre-order pack. Een 15k pakketje. Zou wat zijn als wat is. Maar ik bedoel, ik verwacht eerlijk gezegd niks uit. Geen borden. Dat is oké. Okay. Dat is oké. Okay. Wat wordt het dan? Het wordt... Ivorcus? Aurier. Oh, nee. Ik zei Ivorcus. Oh. Shit. Sorry. Zo shit. Oké. Okay. Kan gebeuren. Kan gebeuren. Eerste vlag. I know. Maar het eerste van de 2 megapacks dan. In de hoop dat ik niet weer de eerste vlag krijg. Of die Orcus vlag. Oké. Okay. Kom op. Borden. Yes. Let's go. Oké. Okay, dat is mooi. Dat hadden we vorige week ook. Toen hadden we Miranda. Spaans. Keeper. Casillas. Dat is jammer. Dat moet ik toegeven. Dat is jammer. Wat nog meer? Ah, hij is nog duplicate ook natuurlijk. Bidavi. Chatli. Kijk, in Boula's getransferd kennelijk. Wist ik niet eens. Butel. Was gold vorig jaar. Meen ik meteen. Hè? Gaat Casillas nog voor iets? Ik zou me niet verbazen als het niet zo is. Het zou kunnen van wel. Nope. Totaal niet zelfs. Maar goed, dat is niet erg. Het zijn gewoon spelers die ik weer voor SPC's kan gebruiken. Misschien kan ik daardoor wel de volgende marquee matchups doen. Het is dikke prima. Het is dikke prima. Nog een keer borden. Let's go. 2 keer. Dat is dikke welkom. Dat is het. Portugees, R en Bernardo Silva. Ik ben al lang blij dat ik niet dat LW te zien kreeg. Echt waar. Dat is echt niet lachen de vorige keer. Alright. Hem dus. Ibora. Gaat hij voor iets? Niet echt, hè? Alright. Nou, we listen hem voor 3500. I'll take it. Het is beter dan niks in dat opzicht. De consumables zijn super welkom. De squad fitness zijn zeker welkom. Bespaart mij weer. Hey, de Ierse. Wat toevallig, joh. Nou kan ik hem herkennen. Alright, mensen. Dit is wat mijn nieuwe team moet worden. Kasper Schmeichel voor 9100 coins met handschoenen goedkoopst op de markt. Gewoon überhaupt goedkoopst, Schmeichel. Serge Aurier, 18.250 met schaduw. Hoog. Ik had zo'n Swatch kunnen kopen, maar het zal waarschijnlijk niet gek voor mij. Maar ik bedoel, het is prima zo. Het is echt prima zo. Dus, dan daarnaast voor 49k, medium high, bye. Nou, er was gisteren iemand in de stream die zei, overpriced. Misschien wel, misschien niet. We hebben het nu nodig. In ieder geval, 14.250, want dan nu Rudiger. Enige probleem, 65 stamina, maar bedoel, de lengte is hartstikke welkom. Die gaat duels winnen en dat is vooral een welkom bonus. Dan hebben we Danny Rose. Eigenlijk een van de weinige goede opties. Medium, high, schaduw gegeven. Prima stats, prima. Alleen, Danny Rose. Dan Erik Mkhitaryan, 37.500 coins, goedkoopst op de markt. We zetten hem op 7 cam uiteindelijk op center mid, op aanraden van jullie. Dan daarnaast nog 17.500 met schaduw.
Nemanja Matic. Ik bedoel, als je iemand wil die die doeltrappen voor je wint, dan is hij het. Dan daarnaast Idrissa Gueye. Ja, dit kaartje is zo irritant om tegen te spelen. Echt heel erg irritant. In ieder geval hem. Dan 27k met Jager Hoengmin Son op RF met 7 chemistry. Dan Anthony Martial voor 59k met medium low, I know. En dan nog in de split Gabriel Jesus voor 53.500 coins met Jager. Dit team gaat hem worden. Ik heb vertrouwen in dit team, ik heb zin in dit team. Mijn wissels worden Seri, Muriel en Williams. Ik bedoel, daar heb ik echt vertrouwen in. Ik ga natuurlijk mijn Spaanse team weer gebruiken als wissels. Het is totaal geen bijzonder iets. Ik bedoel, het bestaat niet eens meer. Ik heb het verwijderd tijdens de stream. Maar ik ga het even opnieuw maken. Dan is dit wat ik heb voor deze video. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Als dat zo is, doe dan vooral een duimpje omhoog. Laat me nog weten wat jij verbeterd wil aan mijn spel, aan mijn teams. Laat me dat weten in de comments. En dan zie ik jullie later.